zoek een beetje een rugzak voor als ik op reis ga. Dat ik zo ga. Hi, ik ben Plina. Ik heet Pinders en welkom op mijn kanaal. Ik ben zojuist naar de IKEA geweest, want ik had een rugzak op het oog en die heb ik gekocht. Ik zocht een rugzak dat als ik op reis ga, dat ik dan mijn laptop mee kan nemen en wat spullen. En natuurlijk ook de spullen van Mia. Luiers, doeken, nou, al die onzin, speelgoed voor onderweg. En nu had ik daar een hele stoere tas gezien en best wel groot. Nu ik hem hier zo ook voor me zie liggen. En ik denk, ik ga eventjes jullie mijn mening erover delen. Dus dat ga ik met jullie doen. Vandaag. Maar de tas die was 35 euro. Het is de Forencla tas. Maar voordat we dat gaan doen, geef even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. Nou, dit is de lengte van de tas. De tas die wordt gesloten met behulp van een clip. Aan deze ijzeren hengseltje. Dat is wel grappig, want nu heb je dus wel een enigszins kleine tas. Maar mocht je nou heel veel mee willen nemen, dan kan je dus zeggen, nou, dan wil ik hem graag aan dit hengsel hangen. En dan kan je dus nog veel meer meenemen. Wat je ook nog kan doen als je nog meer mee wil nemen. Op internet stond schoenen bijvoorbeeld, maar ik had een beetje de luiers van Mia in gedachten. En ik zal hem even openmaken voor jullie. En hier zou ik dus zo luiers van Mia kunnen doen. Die je dan zo hop kan pakken. En nou ja, je ziet wel, als ik hier luiers in heb zitten, dan heb ik hier nog wel echt veel meer ruimte nog om het een en ander in kwijt te kunnen. Ik kan hier gewoon nog een goede pak billendoeken neerleggen. En poeder, pseudocreme. Misschien een dekentje om haar op te leggen. Want die kussens op de vliegvelden zijn natuurlijk nou niet super schoon. En dan heb ik wel echt gewoon genoeg om haar gelukkig te kunnen maken. Als ze een poepluier of een plas hebt. Maar het fijne is dus dat deze dus niet constant aanwezig is. En dat je hem dus gewoon kan dichtritsen als je het niet nodig hebt. De rits voelt wel heel erg stevig aan. Het is wel plastic. Okay. De onderkant die heeft een soort rubber. Ik denk dat dit gewoon heel erg waterdicht is. Ik weet niet of de rest van de tas waterdicht is. Er zit wel een soort van een laagje aan de binnenkant. Dus het zou heel goed kunnen. We gaan dadelijk even met een glas water kijken dat als ik het erop giet, of het er gewoon op blijft liggen en hoe het dan hier aan de binnenkant wordt als het een tijdje ligt. Maar goed, de vakjes van deze tas. Aan de beide zijkanten zit een tas zonder klittenband of zonder rit. Dat is voor een flesje water in te doen. Zo, die verdwijnt er helemaal in. Ik denk wel zelfs dat je er een liter fles in zou kunnen stoppen. 1,5 liter fles past niet, dat heb ik al net gecheckt. Dus dat is helemaal mooi. Hier aan de voorkant heb je nog een vak zitten. Ik zal even proberen bij te draaien, zodat jullie erin kunnen kijken. Als je deze openmaakt, heb je hier zo nog een groot vak zitten met twee kleine vakjes. En ook nog in dat kleine vakje zit hier een elastiek waar je twee pennen in kan steken. Dus dat is wel heel erg handig natuurlijk. Nou, in de tas ziet het er zo uit. Hier aan de zijkant zit een rit, zodat je echt in je tas kan. Oh, dan kun je het ook gelijk wat beter zien. En in deze tas zit hier een klein vakje voor een pasje in te kunnen doen. Of ja, misschien gegevens, adresgegevens, desnoods van mocht je je tas verliezen. Dan hebben ze hier jouw gegevens van waar ze kunnen wezen. Zorg dan wel niet dat je sleutels erin zitten, anders nodig je die mensen alleen maar uit voor inbraak. En hier heb je nog een vakje voor het een of ander. En waar ik natuurlijk deze tas op gezocht heb, dat is laptoptas. En dat vak zit ook op de rug. Hier zo. En er zit dan hier zo een beetje een poefinus zit erin. Zodat spulletjes vanuit je tas de laptop niet beschadigen. En hier zit ook een heel erg heerlijk kussenbed in. En ik heb hier mijn oude laptop. En die zal ik er eventjes voor jullie in doen. Zodat jullie kunnen zien dat hij er wel echt goed in zit helemaal. Ik heb best wel een grote laptop en ook die past. Zo. En nu heeft het dan nog wat handigs. Ik ga hem eerst eventjes voor jullie opzetten zo meteen. Maar er zit nog een leuk foefje aan en dat ga ik jullie ook zo laten zien. Ik doe de tas weer even dicht. Ik heb op dit moment natuurlijk niet heel erg veel in zitten. Dus ik maak hem aan dit clipje vast. Zo. Oké. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien.
Wat ook fijn is van deze tas, is dat er een heupriem aan zit ook nog. Zodat je dan niet constant alles met je schouders hoeft te dragen. En ik vind hem, nu zit alleen nog maar mijn laptop erin. Maar met mijn vorige laptoptas, die ik trouwens ook bij de IKEA had gekocht, had ik nu al zoiets van, oh mijn hemel, moet ik dit echt gewoon een uur om gaan houden? En dat heb ik met deze tas echt totaal niet. Ik heb echt het idee dat het helemaal goed verspreid zit, al het gewicht van de laptop en de tas. De tas weegt wel 1,5 kilo ongeveer, dus dat heb je er dan nog wel bij hangen. Maar ja, het is wel echt een hele mooie stevige tas. Het lijkt echt bijna gewoon heel dikke jeans, zeg maar. En in dat gebied echt een dikke thumbs up. Maar nu het leuke geinige foefje nog wat deze tas ook nog bevat, bezit, vat, doet. Zo, ik heb hier gewoon mijn normale trolley. Voor de laptop en tussen de laptop en mijn rugpaneel zit hier een klittenband. Dat kun je loshalen. En dan kan je dit geintje hier overheen doen. En het, wat mooi is, is dat het in het midden zit. Dus je kan het ook weer dichtmaken, zodat het niet alle kanten op gaat. En dan kan je zo, nou zo als het nodig is, kan je zo lekker over het vliegveld heen hobbelen. Nou, ik vind het echt, hier word ik echt heel erg gelukkig van dit soort dingen. En wat ook nog heel erg mooi is, is dat als je hem op je trolley hebt zitten, hier dus, zo. Dan laat je deze kant boven. Kijk, hier is het labeltje van het trolletje. Want het grappige is dus dat in dit compartment zit nog een tas. Dus, wat super handig is, want hier kan je dan echt heel erg goed je reisdocumenten in bewaren. En je portemonnee en al die doeleindes. Want die zit dus naar jou toe, heel de tijd, als het goed is. En mensen verwachten het ook niet dat het hierin zit. Echt, maar is mooi. Ik zit hier trouwens ook nog wel wat lusjes. Om te backpacken, denk ik. Met van die krokodillenklem heette dat, geloof ik. Dat je dat eraan kan klikken en dan een beker of whatever. Maar ja, het zijn toch wel geinige dingen dat het gewoon kan. En nou, dan gaan we nu even er gewoon een planswater op gooien. Nou, ik was jullie bijna vergeten bij te draaien. Nou, daar gaan we. Dat wel een beetje als een kommetje doen achter iets. En ik denk dat ik dit ook gewoon heel even open doe. Zodat het niet... Kijk, dit stukje ga ik het gewoon even proberen. Heel nieuwsgierig. Oké. Ik wrijf het even een beetje in, want je ziet wel dat het er netjes op blijft liggen. Oké, nou ik heb even een handdoekje gepakt om het op te deppen. En dat we dan aan de binnenkant kunnen kijken of het wat is. Oké, dit blijft me wel enigszins nat. Nou, ik voel helemaal niks aan de binnenkant. Ik ben wel benieuwd of deze kring er nu uitgaat nog. Maar goed. Er zullen nog wel meer kringen op gaan komen. Maar kijk, aan de binnenkant van de tas. Hier heb ik het gedaan. En je ziet echt helemaal niks. Het is hier echt helemaal droog. Dus hij staat ook nog waterdicht. Dat kon ik echt nergens in de beschrijving vinden. Dus dat is wel echt super fijn natuurlijk. Zeker aangezien je je laptop meedraagt erin. Dus ik ben echt heel erg blij met deze tas. En ik kan niet wachten om uit te gaan proberen. De tas is de Forenka tas. Hij was 35 euro en als ik dan kijk naar de kwaliteit en van de stof, hoe stevig het is en alle ijzerelementen erin en zo, vind ik het echt wel een hele mooie prijs. Ook al die extra opties en mogelijkheden wat je ermee kan doen, zoals vooral dat ik hem over mijn trolley heen kan trekken, dat soort dingen. Nou, dat is echt helemaal geweldig, dat je dan niet ook dan nog met je rugzak oploopt. En normaal gaan we altijd met de trein en dan met het vliegtuig. Maar dit jaar gaan we dan met de auto. Maar normaal is dat echt zo'n hel. En ook dat vak eronderin voor alle spullen voor Mia. Ik denk dat ik heel erg gelukkig ga worden met deze tas. Je zou zelfs nog volgens mij met alleen maar deze tas op vakantie kunnen. Dat dit gewoon je handbagage is als je een klein weekje gaat naar een mooi land. Ja, wat hebben we dan eigenlijk nodig? Ja, toch? Nou, twijfelde jij er al over om ook deze tas te kopen? Ik hoop dat ik wat vragen voor je heb kunnen beantwoorden en dat je een beter beeld ervan hebt gekregen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer over 1,5 week pas, aangezien ik nu dus bezig ga zijn voor de voorbereidingen van mijn Vlog Halloween serie. En ik hoop dat jullie allemaal weer gezellig meekijken. Vergeet me niet te volgen op Facebook en Instagram. Die linken staan hier beneden in de beschrijving. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!